Yo, mijn naam is Steven en vandaag zijn we in het centrum en gaan we mensen interviewen. Hoe stap je op een jongen af? Niet. Niet? Je stap op jullie af? Ja, tuurlijk. Ja. Wat is, ik wijs mensen altijd af. Dus ze stappen om ons af, maar daarna stap ze niet meer om me af. Maar ik stap niet zomaar op iemand af. Als ze echt heel knap zijn, ja, maar dat is niet heel vaak. Nee. Met welk bekend persoon zou je ooit op date willen? Zij met Antoon. Nee. Antoon? Ja. Dit verzet zij net. Nee, met Antoon. Ik was helemaal fan. Ah. Fangirl. Wat zijn leukste liedje? Dat weet ik niet. Hallo. En hoe ziet jouw droomvrouw eruit? Blond. Blond. Wat kleur ogen? Blond. Wat? Gewoon blond. Ja. Gewoon blond. Gewoon blond. Gewoon blond. Wie is de meest HC persoon van de school? Nee. Jij weet iemand. Nee, dat moet je niet. We hebben een bijnaam. Ja, zeg maar. Drama. Ja. Heb ik toch helemaal niks aan. Hebben jullie een vriendin? Nee. Nee. Heb je een ex? Ja. Weet ze? Ga ik niet zeggen. Dat mag wel, we bliepen het. Ja, we bliepen het. Mout. 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 Nee, zonder achternaam, Maar Mout. Bro, Mout, man. Ja. Zijn jullie nog goed samen? Nou. Jij dan met Flo. Mout en Flo. Nee. Iedereen zegt dat ik op Flo ben, maar dat is niet zo. Jawel, hè. Mout en Flo. Mout en Flo zijn jullie... Oh, mijn god. Hebben jullie een speciaal talent? Nee. Echt totaal niet. Heb je talent? Nee. Is paardrijden een sport? Nee. Ja. Nee. Jawel. En fuck, gast, jij doet voetballen. Ja. Dus? Ja. Ik vind het een heel mooi gesprek eigenlijk. Ga door. Hebben jullie een goede openingszin voor mij? Oeh. Ja, jij weet er een. Wat was het nou? Bro? Ik heb eentje. Ja, ben je jas zonder mouwen, want je maakt mijn body warmer. Wow, oh my god. Dit, ja. Als ik een watermeloen zou zijn, zou mijn zaad slikken of uitspugen? Hoe oud ben je? Back! Hoe oud ben je? Ik ben 16. 16? Wat praat jij? Je bent al 16. Ja, van binnen, ik ben van binnen 16. Ben je 12? Volgende maand 13. Jeugdvertegenwoordig. Hebben jullie een vriendin? Nee, helaas. Nee. Maar wel een ex? Ja. Ja! Hoe heet ze? Lena. Lena. Shout-out naar Lena, of niet? Ja. Ja. Was het leuk? Ja. Ja, half. Ja. Eigenlijk niet, maar ik zeg ja. Eigenlijk gewoon, het ging uit omdat ik moest verhuizen. En dat zij het uitgemaakt en dan vond ik het niet zo leuk. Hé, oh. Hey, je bent weer overheen, hè? Ja. Kijk, hij is op... Ben je op zoek? Nee. Hij is op zoek naar nieuwe chickies. Ja hoor. Ik hoorde net iets met jongen uit vorige video. Tijn. Vertel. Even naar Tijn. Tijn? Nog niet? Nee. Oh, jij bent met iemand bezig? Misschien. Shout-out naar Tijn. Tijn, als je het ziet, shout-out naar jou. Tijn? Ja. Sure, joh. Het is jouw fix. Het is mijn fix. Jouw fix. Het is mijn fix. Vind je hem leuk? Ja. Wat vind je leuk aan hem? Eigenlijk niks. Ik vind helemaal niks. Ogen. Tijn, ik zou dat niet pikken. Nee, maar? Ja, hij is gewoon leuk. Hij is gewoon leuk. Ja. Meteen om met de deur in huis te vallen. Hebben jullie een vriendje of een vriendinnetje? Nee, niks. Ik niet, nee. Nee, niks. En een ex? Groep 6. Maar... Oh. Dat... En jullie? Ik ook niet. Nee. Ja, jij wel, hè? Jij wel, hè? Hoe heet die? Shout-out naar... Of niet? Ja. Is het goed uitgegaan? Ja. Was die leuk? Ja. En waarom is het uit? Lang verhaal. Kennen jullie... Interview met carnaval. Oh, heb ik hem geïnterviewd? Ik heb hem geïnterviewd met carnaval. Shout-out naar mijn ouders. Shout-out naar je moeder en je vader. Je moeder. Ja, en naar mijn broertje Stijn. Die is heel erg fan van jou. Sick. Dan geef ik jou een box voor hem. Box voor Stijn. Ja. Voor Stijn. Shout-out naar jou. Laatste vraag, hè? Zijn jullie klaar voor? Oké, komt hier, let op, hè? Precies. Nee. Je hebt het verpest, nu is het moment weg. Ja, nu. Nee, oké, komt ie, oké. Was de vraag ook alweer. Wat is iets wat jullie ouders niet van je mogen weten? Waarschijnlijk kijk ik deze video met mijn ouders, dus... Dat is wel leuk. Het is niet heel slim als ik zoiets ga zeggen. Ouders van, hoe heet je? Boyd. Van Boyd. Ik zou hem even goed ondervragen. Dit is echt heel raar. Zijn dat mensen van jullie klas? Ja, dat is een beetje de HC... Nee, daar zijn mijn vrienden mee. Ja, de HC mensen van de school. Weten ze? Daar zijn mijn vrienden mee. Weten ze? Weet ik niet, even. Dat weten jullie wel. Ja, zijn HC mensen van de school. Nee, dat is niet waar. De HC mensen van de school. Met welk bekend persoon zou je een keer op date willen? Ja, ik weet het. Ja! Summer Snow. Oh, die kleine. Ja. Ja, die modellen, ja. Ja, die modellen. Wat schattig. Zij heeft hetzelfde pak als mij. Echt hetzelfde pak? Of Adidas pak. Doe een oproepje. Als je dit kijkt, ik wil daten. Dus als je kijkt, Summer, hit hem up. Nu een vriend. Echt. Hoe heet hij? Sepp. Shout-out naar Sepp. Ja. Weet je ex? Ja. Weet je? Ik weet de laatste tijd niet meer. Weet hem niet meer? Zo. Koen, maar dat... Koen. Koen, zo. Shout-out naar Koen of niet? Nee. Kut Koen. Ja, kut Koen. Ja. Kut Koen. Wie is nou het meest HC van de school? Nou, ik vind toch wel Coco. Ja, Coco. Coco is ongeveer zo klein. Dat mag ik niet zeggen. Zo klein? Hoezo? Komt net tot... Naar ons handje. Handje? Doe het voor.
Nee. Doe jij het voor? Weet je wel, gewoon zo een beetje, ja. Oké, okay, een beetje zo, oké, okay, ik snap hem. Zo HC aankijken. Zo HC aankijken, maar dat is niet goed, hè? Nee, dat is niet goed. Dus dit is niet leuk? Zeker niet leuk. Coco, doe normaal. Coco is wel aardig. Coco is aardig. Kijk, soms is het zo HC dat ze gewoon iedereen negeert. Oh, maar dat is niet goed, hè? Nee. Domme. Dan krijg je geen vrienden. Dan krijg je geen vrienden, dat is niet goed. Nee. 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 Ja. Hey, jongens. Hey. Je mag een box. Je mag ook een box. Mag ook een box. Je mag ook een box. Ja, weet ik nog. Weet ik niet. In live toen zei zei ze van, wil je Jan feliciteren? Weet ik niet meer. Ik heb er nog een filmpje van. Sick. Dat was ik. Dat was jij. Box. Sick. Voor een opdracht. Je bent vanaf nu bejaagd. Ja. Waarom? 20 seconden dansen. Met ons. Nee. Alsjeblieft. Doe dat. Ik wil dat vergaat ons leven. Doe het niet. Zijn jullie een ander team? Ja, we zijn een ander team. Alsjeblieft, voor live. Dan help je ons gewoon echt voor live. Doe het gewoon! Ik word bang van hun. Je mag een foto. Oh, doe! Holland! Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Pepijn, jij bent Pepijn. Pepijn! Wacht, maar jij bent niet de Pepijn. Jij bent niet de Pepijn. Ik geloof er niks van. Maar je bent niet de Pepijn van Jozef. Jammer. Maar nee, is gewoon... Ja. Ja, en nu met iemand... bezig? Nee. Nee, je denkt even rust. Het is net uit dus. Oh, het is net uit. Oh, hoe lang geleden? Donderdag. Oh, het is echt net. Oh shit. Goed. Top. Wie een ex? Ja. Ja, hoe heet ze? Ja. We liepen het wel. Ja, ik kijk al jouw video's. Ik weet dat je dat niet doet. Maar Brit. Brit! Shout-out naar Brit. Of niet, of wel? Ja. Jawel. Was ze aardig? Nou ja, we zijn vrienden. Oh, maar dan is het goed toch? Hebben jullie een vriendin? Bijna. Bijna? Ja. Wie dan? Ik heb Fix. Wie? Ninte. Ninte? Aww. Shout-out naar Ninte. Hoe heet je ex? Een hele goede vriendin vandaag. Hoe heet ze? Lizzie. Lizzie. Aww, shout-out naar Lizzie. Ja, ik heb wel een ex gehad. Hoe heet ze? Evie. Evie. En shout-out naar Evie, ook naar jou. Hoe willen jullie gefixt worden? Gewoon op straat of op een feestje? Allebei. Op een feestje, dat is gewoon naar je toe komen. Heel snel op, tenzij het echt een leuke jongen is. Feestje moet ze naar je toe komen. Ja. Apart nemen, maar niet op een ongemakkelijke manier. Ze moet je apart nemen, oké. Okay. Als je midden in een feestje doet. Dat neem ik wel. Nee, want als ze het midden op een feestje doen, is heel cringe. Gewoon tussen iedereen? Ja, dat vind ik heel cringe. Nee. Nee. Al niet, echt heel nee. Cringe. Nee, ze moeten je eerst meenemen naar een andere... What? Niet naar een andere kamer, nee. Nee. Gewoon apart nemen. Gewoon even apart, gewoon even weg van de rest. En dan? En dan, niks. Nee, weet je niet. Dat is gewoon, ja, hey. Nou, als ik überhaupt meeloop, dan is het zeg maar niks aan de hand. Maar anders dan, nee. Gewoon, eigenlijk gewoon nee. Nee, eigenlijk gewoon nee. Gewoon nee. Nee, gewoon nee. Gewoon nee. Nee. Oké, doe een klein beetje aan de kant voor de camera. En kom maar hier naast mij staan. Ja, prima. Ik ben ook klein. Ja, dat klopt. Jij bent heel klein. Ja, klopt. Heeft iemand van jullie een vriendje? Ja. Je hebt een vriendje. Ja man. Hoe heet hij? Hij heet Ayoub. En? Trots op hem? Nova, hoe heb je dit nou gezegd? Hier. Je hebt echt zo... Oh, oh my god. Dit, als je het zit, ja, je bent echt het beste vriendje ooit hè. Awww. Ah. Wat lief. Hoe ziet jouw droomvrouw eruit? Goed. Of van jou? Oh, lekker. Ja. Omschrijf het. Omschrijf, wat is voor jou lekker? Ja. En, heeft iemand van jullie een ex? Ja. Oh, genoeg. Ook allemaal. Hoe heten jullie exen? Oh, zeg het hele lijstje. Ja. Video's. Hij kijkt zo... Maakt niet uit, zeg maar. Stel, hou je... Oké, okay, zeg jij maar eerst. Oké, okay, ik heb er meerdere. Zeg de laatste. Oké, okay, de laatste is... oh ja, Joey. Oké, okay, kan je een beetje aan de kant komen? Kijk, de andere, die kijkt sowieso je video's, maar daar ben je eigenlijk vrij weinig. Want ja. Weet hij? Hij is Sjors. Sjors. Shout-out naar Sjors. Oh. Nee. Ja, Sjors, als je dit ziet, je bent een idioot. Ik merk een beetje haat richting Sjors. Ja. Joh. Waarom? Hij is gewoon super stom. Hij is echt zo klein, hè? Ja. Hij is echt... Hij is van mij, komt volgens mij... Hij is nog kleiner dan mij. Nog kleiner dan jou. Ja, hoe heet je, joh? Oh! Dat is een kleine rat. Dat is een kleine rat. Dan ben ik nog een heel jaar bezig. Ja. Jij bent een beetje een player van de school. Is dat Pepijn of zo? Ja, dat is Pepijn. Shout out naar Pepijn. Ik moet echt bijkomen zo meteen. Verdomme. Dat was hem weer. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En ik check jullie volgende week weer bij een nieuwe video. Later!